Naar aangevraagde spreektijd door Mark Raad. Ik ga even kijken naar wel. Die staat nu al op. Die gaat naar microfoon nummer 2 volgens mij. En dat gaat over AOW en minimumloon. Ga je gang. Nou, nee, het was verkeerd ingedeeld. Ik was bij de pensioenen ingedeeld. Maar in principe ging het mij eigenlijk in het algemeen om de herkenbaarheid van de VVD. Waar ik mijn zorgen om maak. Het feit dat het kabinet voornemens is om de AOW met 7,5% te verhogen, de minimumloon met 7,5% te verhogen. Maar ook dat eigenlijk al is aangegeven dat de reden, of hoe we dat gaan dekken, dat daarvoor de lasten verzwaard zullen worden voor ondernemers en voor spaarders. En dat vind ik een heel zorgwekkende ontwikkeling. Zeker in combinatie met de lastenverzwaringen die er de laatste jaren al zijn geweest. En die we ook nou hebben, het imago wat we als VVD hebben, dat we voor ondernemers op zouden moeten komen. We krijgen straks de discussie over de stikstofmaatregelen. Ik maak me heel erg zorgen over de herkenbaarheid van de VVD, die traditioneel zou moeten pleiten voor een kleine overheid tegen speelzucht en voor lage belastingen. En ik herken dat niet meer. Ja. En ik zou graag van de fractie willen weten, gaan de fractie het kabinet hier nou eens kritisch op volgen? En kan ik straks nog aan ondernemers uitleggen waarom de VVD de partij is die voor hun belangen opkomt? Dankjewel, Mark, voor deze heldere vraag. Volgens mij wordt die vanuit de Kamerfractie door Sophie beantwoord. Bij dezelfde microfoon. Sophie, ja, dankjewel. En volgens mij refereer je vooral aan het pakket wat net bij de voorjaarsnota naar buiten is gekomen. En dat was een groot pakket maatregelen waar wij in de coalitie over onderhandeld hebben in de afgelopen periode. Het waren 4 problemen die op ons pad kwamen vlak na het sluiten van het coalitieakkoord. En niet zomaar problemen. De oorlog in Oekraïne, enorme inflatie en hoge kosten voor iedereen. Een tegenvaller in Europa met een belastinginkomst. En dat kwam allemaal bij elkaar. En we hebben met de 4 partijen gezegd, wij willen dit oplossen. Wij willen aan Nederland laten zien dat deze coalitie, dat de politiek tot oplossingen kan komen, gezamenlijk. En dat is gelukt. En dat is in een pakket van maatregelen gelukt. Door precies wat je net zei, de minimumloon te gaan verhogen, dat gaan we al wat eerder doen. En we gaan de AOW toch ook koppelen aan die stijging van het minimumloon. En ja, er staat ook een aantal lastenverzwaringen tegenover. Maar die hebben we zo ingericht dat we de middengroepen en het MKB, die voor ons zo belangrijk zijn, zoveel als mogelijk ontzien. En tegelijkertijd realiseer ik me ook dat ontzien nog niet is, betekent dat we er helemaal niks, dat er helemaal niks bij hen terechtkomt. Maar dat is wel de realiteit waar we voor staan met de grote vraagstukken waar we als land tegenover ons voorgesteld zien. Maar waar wij volgens mij als VVD met z'n allen apen trots op moeten zijn, is dat het ons gelukt is om zo substantieel extra te investeren in defensie, waarmee we dus in 2024 en 2025 die NAVO-norm van 2% gaan halen. En dat is iets. En dat is iets waar wij volgens mij als partij jaren voor gepleit hebben. Het is ons nu gelukt. Er is nu een Kamermeerderheid voor. En ja, wij moeten oog houden voor de lasten en de lastendruk van MKB en middengroepen. Daar kunt u bij ons op rekenen. Dus als het aankomt op extra uitgaven, zoals we dat ook in het voorjaarsnotenpakket hebben gezien, zit er een deel in lastenverlichtingen, maar vinden wij ook dat je naar uitgaven moet kijken. En dat hebben we ook gedaan. Dat is niet makkelijk, maar het is ons wel gelukt. Dankjewel, Sophie. Ik wil daar graag nog kort op reageren. Ik begrijp dat het moeilijke maatregelen zijn. Ik begrijp dat het lastige uitdagingen zijn. Mensen snappen ook dat je compromissen moet sluiten. Maar ik heb de indruk dat de VVD veel te veel uitstraalt van het overkomt ons en we zullen wel moeten en we hebben geen andere keus. En ik wil juist de VVD die opkomt voor de belangen van hardwerkende Nederlanders en ondernemers, die uitstraalt dat het ons menens is dat we dit niet meer willen accepteren. Want als dit zo doorgaat, schuiven we nog meer op naar links en dan kunnen we misschien straks ook bij de PvdA GroenLinks aansluiten. Dankjewel, Mark, voor
Voordat je in de tweede termijn nog iets duidelijker en scherper was in de eerste termijn. Het signaal is helder overgekomen. Volgens mij ook bij de Kamerfracht, denkt Sofie, omzichtig heeft uitgelegd in welk stadium we nu zitten met elkaar. Maar jouw boodschap is helder en daar komen we ongetwijfeld op een later moment nog een keer over te spreken.